Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde bleef vind ik terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we heel Seaslide Galaxy eigenlijk gehaald. Maar zijn we erachter gekomen tot daar een Hungry Luma zit. En die Hungry Luma heeft honger. En zoiets betekent een van de dingen een extra ster. Zoals beloofd in de vorige aflevering gaan wij dus nog één keer naar de Silver Stars of Seaslide. Die we eigenlijk helemaal niet boeien omdat die Silver Stars gewoon zo irritant waren. En gewoon eigenlijk net zo lang duurde als die andere drie sterren die we in de vorige aflevering hebben gehaald. Gaan we dus hier gewoon eerst eventjes Starbits verzamelen. Nou, ik weet niet precies hoeveel dat ik er nodig heb. Ik dacht 30 of zo. Dus wat heel erg belangrijk is om hier te doen is eventjes om een, zo'n schild te pakken. En heel eventjes kijken naar Starbits onder water. Die werken eigenlijk het beste. En dus dan moet ik mijn pointer gebruiken. En dit is dus de grootste reden waarom dat ik geen liefhebber was van de Wii. Omdat ja, ik vind dit vind ik niet echt. Ik moet zeggen, ik vind Mario Galaxy vind ik gewoon geweldig. Het is echt een heel erg leuk spel om te spelen. Ik ben gewoon geen liefhebber van de. Ja, dat je ook echt op, bij sommige games op het scherm moet richten en noem maar op. Ik bedoel, sommige spellen werkt het. Maar ik vind het toch gewoon fijner om gewoon een standaard controller in mijn hand te hebben om daarmee te spelen. Ik bedoel, ja. Gewoon mijn mening. Ish. Oké, nou, ik zie dat ik 35 starbits heb. Dus we gaan gewoon langs onze Arie de Canarie. En ik hoop dat hij er maar 5 of 35 of 30 nodig heeft. En niet tot het dadelijk blijkt dat hij er 50 of 100 nodig heeft. Dus in die trend. Luigi, stop dan nou eens even met dat springen. Dus nergens voor nodig. Nou, voor de mensen die zich zorgen maken. Mijn stem die doet het nog steeds goed. Beetje aan de krakerige kant. Beetje aan de heze kant. Maar niet dat we echt, zeg maar, hevige voices gaan komen. En maak je geen zorgen. Als ik echt merk van tot mijn stem echt pijn begint te doen van audio-commentaar, dan stop ik echt wel betijds met. Oké. Als ik me niet vergis, ben ik er voorbij gefietst. Want volgens mij zat hij daar. Bij. Ben ik in first person? Ik wil even, ook al ben ik in het water, ik wil gewoon in first person kunnen. Ja! Nee. Oh, echt serieus. Weet je wel, ik zie jullie wel bij. Nee. Wat? Hoe? Wacht eens even. Een glitch. Oh, je kunt er dus niet vanaf vallen. Oké. Nou, ik wees eventjes God en loop even hier over het water heen, hè. En ik zie jullie bij die Hungry Luma. Ah, dat is de eerste keer dat ik er vanaf val. Gelukkig aan de goede kant. We zijn al bij de Hungry... Bij de Hungry Luma aangekomen. En als je dus nog extra starbits nodig hebt, ik denk echt dat hij er dadelijk 50 gaat vragen. En dan zei ik, 1. Dan gaan we mee. Gelukkig. We hebben 50 starbits. Ik weet echt niet hoeveel dat hij vraagt. Dus ik ben echt benieuwd hoeveel dat hij gaat vragen. Dus, Hungry Luma, spreek. Hey you, yeah you. Good any tasty starbits. If you feed me a bunch of starbits, I will burst from my nest and then transform. I vanished, I need... Oké, hij heeft er maar 40 nodig. Dat viel op zich wel mee. Nou kerel, ik heb er genoeg. Waardoor dat jij je eigen dus kan opofferen. Ik word gewoon teruggedouwd omdat je zo opgeblazen voelt. En dan ga je zelf je eigen exploderen in een... planeet om een zwart gat. Had je een betere locatie uit kunnen kiezen? Maar volgens mij is dit eigenlijk... Je moet je eigen daar naartoe schieten met het kanon. Als ik niet vergis, is dit het level waar ik het over had. Dus dat je dus zeg maar echt op alle vlakken moet komen. Boink. Ja. Oké, dus dit kan tricky dicky worden. Ik heb denk ik nou een fout gemaakt. Ah, daar spring ik even. Ik heb volgens mij een gigantische fout hierbij gemaakt. Uh-oh. Nee! Ik gleed uit. Maar volgens mij deed ik het toch al verkeerd. Ik ga het even overnieuw proberen. Oh, dat was een dom idee. Volgens mij was het een dom idee. Heb ik jullie al verteld dat het een dom idee was? Niet doen, slecht plan. Oh, ik vergat te springen, dat ging zo goed. Oh. Kom op. Ik ken dit. Bijna. Physics, don't fail me. Nee.
Nee, komt het niet terug, man, nee. Oké, voor de mensen die er een beetje moeite mee hadden hoe dat deze planeet nou het beste gedaan kan worden. Ik moest er al even over nadenken wat mijn manier ook weer was. Maar wat ik normaal gesproken doe is, ik loop dus zeg maar zo een rondje eromheen. Totdat we dus zeg maar een hele ronde hebben gelopen. Dan swap ik hier over naar een andere, of naar de tweede lijn. Op deze manier. En dan zien we dat het hier stopt en dan spring ik gelijk over naar deze kant. En dan ga ik zo rondlopen. Non-stop. Spring weer overheen, zoals ik dus net deed. En dan zien we hier dat we dus schuin moeten springen. En ik heb eigenlijk een beetje de verkeerde angle gekozen, maar dat maakt niet uit. Overleven we wel? En nou maak ik dus een hele grote fout en dat was niet slim! Maar zo kom je dus zeg maar helemaal rond. En ik ging de verkeerde kant op. Nee. Oké, die sprong hebben we nou gemaakt. I can do this! Kan iemand mij trouwens ook uitleggen waarom dat dit een tijdslimiet heeft? Ik bedoel, ik weet niet of jullie dat getik goed kunnen horen, maar dat getik dat duidt dus aan op een tijdslimiet. Waarom heeft dit een tijdslimiet? Oh, er is nog één. Nou, en als je dus alles hebt geraakt, dan is dus heel planeetje dus leeg. En het zwarte gat verandert dan automatisch in de ster die je dus automatisch zou krijgen. Yay! Ook dus een hele moeilijke extra ster. Ik bedoel, vergeet niet, je krijgt maar 20 levens extra. En ik ben al dus iets van 10 levens kwijtgeraakt en nog in 2 parts. Hoe kan dat? Waarschijnlijk omdat ik niet zo echt goed aan het spelen ben geweest. Maar dat maakt niet uit. Dus we hebben gezien dat er ook nog een Hungry Luma buiten zit. Dus nou, ik heb 2400 starbits. Ik hoop dat ik genoeg heb voor die Hungry Luma. Hungry Luma, waar zit je? Hungry Luma, waar zit je? Zit je? Oh, daar zit je. Het nadeel is, als je dus een Hungry Luma gaat voeren van een hele grote afstand, dan werkt het niet. En dat is dus een starbit geweest. Verspeeld. Pech. Hij blijft maar hetzelfde zeggen, dat is gewoon vervelend. Oh, hij heeft er maar 1000. Oké, nou hier. Beat me. Ja, yeah, your stuff, transform, sacrifice, ik offer mezelf op omdat ik dan een planeet kan worden en dan zie je eigenlijk niet meer op een planeet dat het is, omdat er namelijk in een world map is en daardoor kunnen we niet zien op een planeet dat het is, dat het helemaal nergens slaat. Maar goed. Wat voor wereld is dit? Sand Spiral Galaxy, choose a favorite snack. Oh boy. Dit is nogal eigenlijk een beetje moeilijk om te doen. Dit is namelijk een split fork in the road. Wat houdt dat precies in? Je kunt dit zeg maar doen als twee verschillende vormen. Je kunt dit doen als Boo Luigi, maar je kunt dit ook doen... Pas op een Kamekyu Foop, ik zag dat gat niet door jou! Ik heb echt een slechte opnamedag vandaag. Goed. Je kunt hier dus kiezen als Boo of bij Mario. Wat ik ga doen is, ik ga dit level 2 keer doen. 1 keer als bij Mario en 1 keer als Boo Mario. Zodat we dus eigenlijk allebei kunnen zien hoe dat het precies werkt. Nou, als bij Mario kun je dus zeg maar niet onbeperkt vliegen. Raak je in het zand, ga je dus kapot. En ja, het nadeel is dus bij de Boo Mario. Dan moet je dus uitkijken zeggen, oh Boo Mario. We spelen als Luigi, het is Luigi Galaxy, niet Boo. Het nadeel zeg maar is als... bij Luigi... Ja, nee, bij Luigi had ik al gezegd dat je dus zeg maar niet onbeperkt kan vliegen. En dat de bubbels nou wel dodelijk zijn. Fucking bubbel! Oh, 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 ik wil even aanrusten. Mag ik even uitrusten, dankjewel. Dus dat is het nadeel voornamelijk als ja, bij Luigi dat je dus onbeperkt kan vliegen. En dat je uit moet kijken voor de waterbubbels. Volgens mij moet je ook uitkijken voor de waterbubbels als... ja. Volgens mij moet je dan ook uitkijken zeg maar voor... ja... Volgens mij moet je als... Ik kan echt niet uit mijn woorden komen, wat is dit? Als Boo Luigi moet je uitkijken natuurlijk voor water, denk ik, weet ik niet precies zeker. Moet je uitkijken voor de lichten en natuurlijk ook voor andere dingen die het sterft ook worden. Oké, dus hier krijgen we een gratis ster, zodat we dus, ja... Onze bijvormen... Eigenlijk is dit een
superster, een lachertje. Want wie wil er hier eigenlijk nou een superster hebben? Je kunt beter een vliegpower-upje hebben. Maar op zich... Nee! Die plateaus die draaien ook! Oh. Mag ik alsjeblieft een keer zonder faal? Ik haal het. Ik ga dit halen. Ik ga gewoon naar het midden springen. Ik heb het gehaald. In 2 keer. Yay! Het enige nadeel is, ik moet het level nog een keer gaan halen. Alleen dan als boe. Maar dat is dan alleen het stukje natuurlijk waar dat je dat vliegt. Ik bedoel, ik ga niet 2 keer dezelfde ster halen. Ik bedoel, dat eerste stuk, dat kun je dus zeg maar als dingy en dangy doen. Dus ja, als boe en bie. Dus ik zie jullie daar als bie. Een bie? Een boe. We hebben al een bie gehad. Dus we gaan daar als een boe. Een boe? Ja. Gewoon een boe. Boe. Frickity you. Oké, blijkbaar heb ik in het begin al gelijk die kermen kapot gekregen. Dat is alleen maar een voordeel. Maar goed, nou gaan we dus... ik ben met B, Luigi, ben ik 1 keer afgegaan in dit traject. De enige plek waar ik dus zeg maar dood ben gegaan, dat was zeg maar na dit traject. Dus we gaan nou gewoon spelen als... ja... Ba, Luigi. Niet Ba, Boe. De Boe or de B. En nou hoop ik dus dat ik... Oeh, dat was echt heel erg dichtbij. Nou ga ik dus eventjes kijken wat dus makkelijker zou zijn. Ik moet zeggen, ik vind de bij toch tot nu toe iets fijner. Maar ja, vergeet niet, je kan ook nog eens een keer dus zeg maar onzichtbaar worden door dit te doen. Hè? Dus ik denk niet dat je voor de vijanden uit hoeft te kijken. Maar ja, zo kom je hier dus zeg maar als, ja, Boo Luigi. En als Boo, je raakt gelijk zeg maar de ability van Boo kwijt, waardoor dat je hier dus Rainbow Star hebt. Volgens mij, ik heb laten zien dat je hier gewoon je bijvorm houdt. Dan kun je dus eigenlijk gewoon praktisch naar die stat toe vliegen. Dus ik weet niet. Ik denk zelf persoonlijk dat de bijvorm beter is. Wat denken jullie? Laat het weten in de reacties als je dan natuurlijk tijd hebt. Goed, ik ga heel eventjes weer return to the observatory. En ik zie jullie weer terug in de dome voor een andere ster. Oké, terug in de dome. Daar zijn we dus achter gekomen dat er dus nog 1 wereld is die dus zeg maar nog niet geopend is. Want die 2 hebben we nou eindelijk gedaan. En dat is de 40 sterren dinges waar ik ook bijna een dubbele van heb. En dit is Toytime Galaxy, een van mijn favoriete galaxies. Nou, we hebben nog wel tijd genoeg. Dus ik denk dat we hier wel eventjes 1 sterretje kunnen pakken. Ik vind deze echt een van de leukste galaxies die in Mario Galaxy 1 zit. Heavy Metal Mega Bowser. Ja hoor, deze vind ik gaaf. Dit is een van mijn lievelingssterren. Gewoon dat je 8-bit Mario eigenlijk daar op de achtergrond zit. Een beetje met verkeerde kleur, maar niet. En dat is zeg maar, je moet een soort van baas verslaan. Maar het is helemaal geen baas. Oh, en eventjes, weet je waar, we hebben toch al zoveel faal gehad. Even 1 ding. Probeer niet op de rails te landen. Je valt er doorheen. Oh, ik dacht dat je hier doorheen zou vallen. Oké, blijkbaar niet. Je wordt wel vooruitgeduwd door een choo-choo train. Yay! Dood! Wat doet jij hier? Wee! Ja, ik speel dit inderdaad op de Wii U. Weet wel, de U van Luigi. Oké, dan even een beetje Starbits meepakken, want ik weet dat we dadelijk ook nog... volgens mij is er nog 1 Hungry Luma die we tegen kunnen komen. En die had iets van 2000 Starbits nodig of zoiets. Dit zijn dus zeg maar een beetje de Mega Bowsers. Een beetje de vijanden die een beetje zeg maar van... Super Mario World eigenlijk komen, wat ik uit zeggen. Mijn friends hebben een gap. Ja, dat is niet mijn probleem. Ik ben hier alleen maar voor sterren. Oh, en trouwens jongens, ik heb het er nog niet over gehad. Maar luister. Die muziek. Die muziek. Iedereen die zeg maar de 8-bit NES heeft gehad of die spellen gespeeld heeft, die herkent de muziek meteen. Ja, ik weet dat je friends zijn kidnapped, maar ik heb alleen maar een ster nodig. Ik heb jouw gezemel niet nodig. Hi. Er zitten hier zoveel dingen eigenlijk die... Ja, hoe zeg je dat? Er zitten hier echt zoveel dingen die gewoon... Ja, nostalgisch zijn. Vijanden, muziek. Ik van, volgens mij heb ik hier een denkfout gemaakt. Ik weet niet wat ik nu hier doe, maar ik doe het lekker toch. Auw, schokkend!
zwaartekracht is echt af en toe lastig. Oké, hij heeft het van het draaien, hij heeft Starbit vorm. Ik weet niet, maar volgens mij was het één schroef die je hem los moest draaien. Oh. Dat werkt. Nee. Nee. Oeh. Dat was een beetje te close. En moet je kijken hoe leuk dat dit eruit ziet. Ik die potloodjes, ik met die kleuren, met Starbits en alles. Echt, ik weet het. Ik blijf maar doorgaan over dit level. Maar dit is echt een van mijn favoriete levels. Gewoon omdat het echt... Alsof dat ze in één keer een creativity boost hebben gekregen. En over een creativity boost komen we bij een van mijn minst favoriete power-ups. De Spring Weegee. Spring Weegee is... Je blijft non-stop springen. En op het moment dat je op de goede moment op A drukt, doe je dus een supersprong. Waardoor dat je dus zeg maar heel erg hoog zou kunnen springen. Het geeft zijn voordelen. Je kunt nog een auw Crown Pound doen. Nee! Ik wil niet kapot gaan in mijn lievelingslevel. Dank je. Wat ik dus wou zeggen is, het nadeel is je blijft dus non-stop springen. Je kunt nog wel een Crown Pound doen, maar... Vijanden verwijderen, je bounce op van muren af. Je bent echt gewoon één wandelende springveer. En ondanks dat dit mijn lievelingslevel is, ik ben geen fan van deze power. Ik bedoel, ik probeer het gewoon alleen als tutorial. Krijg je dus hier een beetje die vraagtekenblokjes dat je een beetje kan mikken. Maar dat, zoals je dus ziet, dat mikken dat gaat niet echt makkelijk. De controls die zijn nogal een beetje awkward. Zeker om op het juiste moment te kunnen. Nou, Luigi! Dank je, te kunnen springen. Nou, dus wat we moeten doen is, we moeten dus zeg maar hier naar boven klimmen. En het belangrijkste wat je hier eigenlijk zou kunnen doen, is hou je schaduw in de gaten. Door je schaduw in de gaten te houden, dan kun je dus zeg maar beter mikken en uitvinden waar dat je zeg maar terecht komt. Net zoals ik probeer naar deze Mecha Koopa hier te slaan. Weet je wat, er is hier een challenge. Ik bedoel, je kunt daar die star. Ik wou naar die vraagtekens. Gelukkig zet het ons hier gelijk op bovenop. Dus eigenlijk geen knip. Yay! Faal mag erin blijven voor deze ene keer. Maar goed, ik wil dus naar dat middenpunt toe. Omdat dat vind ik een challenge. En mensen die vinden challenges leuk. Want dan weten ze, dan faal ik meer. Bleh. Nou heb ik hem wel. Hahaha. Oké, nou krijg ik hem niet. Oh. Oh, that's a dick move. Oh, dat is... Nou ja, maakt niet uit. Dus wat ik nou ga doen is... Die sprong die haal je echt maar net. Hallo. Maar ik wil... Probeer hier... Ik probeer hier gewoon dus audio-commentaar te doen, Starbits te verzamelen en nog eens een keer te kijken waar dat Luigi in godsnaam allemaal naartoe gaat. Oké, dan. Sterf. Nee, niet sterf. Oké, val maar naar beneden. Vind ik ook goed. Nee, ik druk op A, dus dan moet je hoog springen. Dank je. Goed. Groen lijntje. Miauw. Oké, laat maar raden. Nou moeten we dus zeg maar in de glas zien te komen. Met deze gigantische vork en deze gigantische lepel. Dan vraag ik me wel eigenlijk af. Waarom geen mes? Ik bedoel, waarom alleen een vork en een lepel? Ik bedoel, ik weet het, een mes is scherp, maar een vork kan ook scherp zijn. Ik vind het discriminatie voor de messen. Ik vind het echt een discriminatie voor alle messen die er bestaan. Oké, hoppakee. Elke keer als je dus een warpstack erin komt, dan verlies je dus die springpower. En hier hebben we dus onze baas. Nou ja, eigenlijk het is het niet echt een baas. Je zult het wel zien. Er speelt in één keer hele andere muziek. En we moeten dus zeg maar hier Mega Bowser beklimmen. En alle schroeven die we dus eigenlijk tegenkomen, die moeten we dus zeg maar indrukken. Op het moment dat we dat doen... Valt hij uit elkaar. Omdat het dus een speelgoed Mecha Bowser is. Kijk, want nou springen we hier weg. Dan moeten we hier moeten we de schroeven los gaan draaien. Zodat hij dus uit elkaar gaat vallen. Het leuke is, op het moment dat je dit doet. Valt hij ook echt uit elkaar. Let maar op. Nog één schroefje hier. Dit plateau, dat valt naar beneden toe. Dat
kunnen hier bij deze mecha dinges komen. Dan zien we daaronder zien we een warpipe. Gelukkig zit hier een gravity swap. En als we die warpipe ingaan, komen we dus bij een ander deel uit van de Mega Bowser. En dan wordt het dus ons uitgelegd dat wij daar die arm op moeten. Stoute Vicky. Oké, nou laten we hier eventjes op focussen, want hier kun je nogal makkelijk de fout ingaan. Nogmaals, bij het springen, let heel erg goed op de schaduw van Luigi om fouten dus zeg maar te voorkomen. En als je dus op die robotarm zit, dan kun je dus zeg maar gewoon zo langs die robotarm hier dat vraagtekendoosje pakken. Hallo, ik wil dat vraagtekendoosje pakken. Mag ik alsjeblieft? Hallo, dank je. Zit er weer wat Starbits in? Pak ze. Ah, ik zag die Zubat niet omdat ik naar die Starbits zat te kijken. Kijk, kom hier Zubat. Zubat, ik spin je helemaal naar de Filistijnen toe. Ik spin je naar Mexico, dan kun je hooi tegen ze zeggen. Ik bedoel, we zoeken nou toch met de voetballen. Dezelfde player, dat is gemeen dat je dat zegt. Nou, het is gewoon eigenlijk de keiharde waarheid. Nou, als je deze schroef dus losdraait, wil je zo snel mogelijk in die warp zijn. Want je ziet dus dat heel die arm er vanaf valt. Dus ben je niet snel genoeg in, op die warp zijn te komen, dan zul je wel een groot probleem hebben. Geen grapje, dan heb je echt een groot probleem. Dan kun je dus zeg maar niet meer op die warmte komen. En dan val je gewoon dus zeg maar naar je doom. Je doom, zeg ik je, Kamek. Je doom. Oké, dat was niet de bedoeling. Sorry daarvoor. Maar ja, Kamek de poep, die is uitgeschakeld. Dus wat ik nou ga doen is... Oh, volgens mij kun je wel gewoon naar beneden vallen. En kom je dan bijna voor de auto. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuker om te denken dat als je niet snel genoeg bent, dat je dan zeg maar faalt. En nooit meer... de rest van het level zal zien, tenzij dat je het overnieuw probeert. En ik ben bijna geraakt door die laser, dat vind ik niet fijn. Oké, en nou gaan we dus in het brein. En dan gaan we dus nu gaan we in het brein van de Bowser. En op een of andere mysterieuze manier overleven wij dus zeg maar zo'n explosie. Yay! Maar ja, door die Mega Bowser toy dinges, dat was dus zeg maar... die waren dus zeg maar ontvoerd of zoiets. Weet ik hoe dat in elkaar zit. En... I guess I owe you a thanks. Wat heb jij? You did it! Wat heb jij te melden? Blijft nog steeds die stomme sproing-oing. Good job. En er zat er eigenlijk eentje achter, maar die wel. Maakt niet uit. Dus met dat, dit is mijn favoriete level. Dus in de volgende aflevering gaan we natuurlijk verder met dit level. Want ik vind het gewoon een hartstikke gaaf level. Dus ik denk jullie natuurlijk voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je er natuurlijk ook de tijd voor hebt. Ik denk jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Dit was Zelda Play 20. En tot morgen. Doei! En ja, ik zie het. Ik heb 80 sterren. Ik zal het even netjes afdrukken. Druk. Save your game. No. Doei!